Het keerpunt kwam bij ons dat wij met degene die deze plaat heeft geproduceerd, JB Meijers, zaten wij gewoon in een schrijfsessie. Want we deden wel meerdere en zo. En toen klikte het enorm goed. En toen kwam eigenlijk als eerste liedje Shine On daar binnen een dag uitrollen. En dat voelde zo ontzettend goed dat we. Nou ja, dat was gewoon meteen al, oké, dit is wel echt een nieuwe, goede weg die we inslaan. En dit voelt echt gewoon als, nou ja, hoeveel handen hebben we dan met hem erbij? 10 handen op één buik. En vanaf daar hebben we dus ook gevraagd van, zou je misschien geïnteresseerd zijn om de plaat te doen? Of, nou, die was er nog niet, maar ook daaraan mee te schrijven en te produceren. Ik denk dat eigenlijk dat schrijfmoment van Shine On een enorm Ja, omslagpunt was. het was een soort kraan die openging, dat je dacht, oh, wacht even, ik had nog nooit op dat knopje gedrukt. Maar als ik Ja. op dat knopje druk, of, ik weet nu ook niet meer hoe ik het moet Komt er iets stoppen. Dus er vets is echt uit. heel veel. En er komt er ook ineens heel veel uit.